Het heeft ruim 10 maanden geduurd om tot een aannemelijke inrichting te komen voor de reconstructie van de infrastructuur rond de Sjoel-Setnyhaven en van het Hoogruitstraat. Dit werd gisteren duidelijk tijdens een publieke consultatie van het ministerie van Openbare Werken aan de Slangenhoutstraat bij H.J. de Vries NV. Jerry Kornaar, manager bij het ingenieursbedrijf Suncon, voorziet mooie ontwikkelingen wat betreft veranderingen van de infrastructuur. Het behoort dit project, het behoort heel simpel Suriname concurrenter te maken middels opgrip van de infrastructuur op de haven, maar ook de infra rondom de haven. En hoe gaan ze dat doen? Is het hier primair mogen wij een stukje capaciteitsverbetering doen en reconstructie van de main corridor, dat is dus van Hoogruitstraat. Vervolgens de rehabilitatie van enkele wegen rondom van Hoogruitstraat. En dat is dus Slangenhout, Herrenhutter, Willemcampagne, een stukje Molenpad en een stukje van de highway tot aan het kruispunt van Latour. Vervolgens hebben wij ook de reconstructie van de brug. De brug gaat naar 6 lanes, maar laat me niet vooruit doen op zaken, dat zal collega Guido verder aangeven. En last but certainly not the least, dit project zal ook voor de eerste introductie in Suriname krijgen van smart traffic lights. Tijdens de consultatie zijn technische en sociale aspecten over de uitvoer van het project gedeeld. Sharon Ubergen, office manager bij Firm and Engineering, stelt dat bij de uit te voeren werken rekening is gehouden met het milieu en de bewoners in de omgeving van het constructiegebied. Daarvoor zijn er enkele systemen in gereedheid gebracht. Dan beginnen we met de ESMP, dat is de Environmental Social Management Plan, waarin ook is opgenomen het stukje ESHS ten behoeve van de aannemer. En daar zitten dus alle regels waaraan de aannemer zich gedurende het project en de uitvoering mee zal bezighouden. Verder is er ook een communicatieplan, omdat het belangrijk wordt geacht om u te voorzien van de informatie over het project. En tot slot is er ook gedacht aan een stukje klachtenmanagement, omdat u heeft het al gehoord, we komen er niet onderuit, er zal wat last worden ervaren, u zult wat pijn, zoals we dat vaker zeggen, u zult dat meemaken. En daarom hebben we dus deze systemen in gereedheid gebracht. Ubergen geeft aan dat er bij de uitvoer van het groot project veel geluisterd zal worden naar de samenleving. Speciaal hiervoor is een plan uitgestippeld om zorgpunten op te vangen.